Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op de KNVB Campus. Zoals jullie weten traint het Nederlands elftal sinds kort weer in Zeist. De afgelopen week hebben we ons hier voorbereid voor de wedstrijden tegen Slowakije en Italië. Maar vanavond gaat het op de campus niet over oranje. Jullie gaan de beste sporters kiezen van de gemeente Zeist. Een mooie avond voor alle genomineerden. Ik wens iedereen dan ook heel veel plezier. Nou, vanavond dan gaan we de sportsterren van Zeist in het zonnetje zetten. Het is de eerste keer eigenlijk, hè? Ja, het is de eerste keer, ja. En ik zeg ook heel erg, het was ook wel een beetje spannend. Het talent van het jaar is Florien Buitendijk! De sportploeg van het jaar 2017. Scharweide, dames C1. Ja, ze hebben alle drie sowieso een bijzondere prestatie geleverd. En wat ja, aan hun heel bijzonder was, is dat ze alle drie geblesseerd of ziek zijn geweest. En daarna weer zijn teruggekomen op het niveau waarop ze zaten. Of zelfs eigenlijk nog hoger. Dat is Lucy Akkerman. In eerste instantie wel genomineerd, waar ik heel blij mee was. En ja, als je dan ook nog wordt, dat is helemaal mooi. De eerste genomineerde was Papito. Eigenlijk een beetje de krachtpasser, de spierbundel zeg maar vanavond. Die heeft een Nederlands record gevestigd door 34 pull-ups achter elkaar te volbrengen. Is daarnaast ook een inspiratie voor de jeugd hier in Zeist. De andere genomineerde was Sergio. Totaal andere sport. Doet aan schaken, maar heeft een visuele handicap. En acteert daar in die categorie op het hoogste niveau. En tot slot hadden we Mark, die een echte ultraloper. Die heeft in 2017 een ultrarun in Groot-Brittannië gewonnen over 429 kilometer. Dat is dus niet één marathon, dat zijn 10 marathons achter elkaar. De Zeister Sportman van het jaar 2017 is geworden Mark Kromeijer. Ja, ik probeer toch een beetje mezelf uit te dagen. Hè. Dat is toch altijd een beetje de waar ik voor ga. Ik heb heel lang geprobeerd marathons te lopen. Maar op een gegeven moment wil je gewoon iets nieuws, iets leuks. En dat vind ik daar. En vooral het feit dat het buiten in de natuur is en niet in de stad, dat trekt me enorm aan. De diversiteit van de sporters en de sporten die vandaag genomineerd waren en die ook gewonnen hebben, laat zien wat Zeist allemaal te bieden heeft en nou ja, wat je kunt hier in Zeist. Vond dat mooi om te zien.